toen ik 18 jaar was, dus in 1998, ben ik betrokken geraakt in een zwaar verkeersongeval als passagier. Ik heb daarna jaren en 5 maanden gerevalideerd in TUZ in Gent. Het is natuurlijk in het begin een hele aanpassing als je afgestudeerd bent als schrijnwerker en plots moet je een administratieve functie opnemen. Voor mij was dat volledig nieuw, dus ik heb daar 2 jaar een herscholing voor gevolgd. Ik ben eigenlijk wel trots op wat ik al bereikt heb. Vaccinatiecenter werk ik vooral aan de helpdesk. De helpdesk, dat is vooral de mensen die daar zijn, de bezoekers die komen voor hun vaccin. Bij problemen, mensen die niet kunnen geregistreerd worden, die kunnen bij mij terecht. Ik kijk dan waar de fout zit. Mensen komen ook bij mij voor hun tweede afspraak, hun tweede vaccin te krijgen. En voor de rest zorgen we ook een beetje dat alles in goede banen leidt. Zijn we ook een beetje verantwoordelijk voor de vrijwilligers. Ik heb natuurlijk wel een serieuze ervaring met zorgpersoneel. Hè. Als je zelf 1,5 jaar in TUZ gelegen hebt, dan op dat gebied heb ik wel echt wel respect voor die mensen. En merk dat ook in het vaccinatiecentrum ook. De mensen die de vaccins zetten, die doen dat met liefde. Het is misschien erg dat ik dat zeg, maar voor hetzelfde geld kon ik er mee geweest zijn. Ik heb vrij veel geluk gehad. Ik heb in coma gelegen. En als je dan toch nog de kans krijgt om verder te leven, dan vind ik wel dat je elke dag positief moet nemen. Ik sta elke dag op mijn glimlach. Ik heb soms wel een keer een moeilijke dag, maar probeer dan met mijn glimlach dan weer weg te steken. Mensen zeggen dat ook, mensen die mij totaal niet kennen, ook aan het vaccinatiecentrum die toekomen, die zeggen mensen, zijn ze positief? Dat ben ik. Positief in het leven. Ik ben dankbaar dat ik hier nog ben. Dus.